En wat wordt er nou van de banken verwacht? Dat ze gaan lenen, uitlenen aan de economie. En dat is eigenlijk het gevaarlijke waar we nu in zitten. Banken die blijven op hun geld zitten, die gaan niet meer lenen aan de consument. En daardoor brokkelt het systeem eigenlijk geleidelijk af. De meeste aanschaffen, auto's, maar ook huizen natuurlijk, die worden gedaan met krediet. En als een bank geen krediet meer verleent, dan komt de economie tot stilstand. En dan verliezen mensen hun baan. En je zei net, dit moet vertrouwen wekken. Ja? Gaat dit helpen? Het helpt dat het niet heel erg in elkaar stort verder. Dat is denk ik wat. Het is een eerste aanzet. Maar er moet nog heel veel meer gebeuren, ben ik bang. We zijn hier nog lang niet mee met dit plan. Wat je moet? Zegt dat, als ik even mag, dat het niet verder in elkaar stort. Ik begrijp daaruit dat het gevaar voor het instorten van het financiële stelsel, zoals het dan heet, dat hebben we vorig jaar een paar keer heel dichtbij gezien, dat het nog steeds niet geweken is. Nee, het grote probleem is dat de banken nog steeds heel veel activa op hun balans hebben staan waarvan we niet weten hoeveel het waard is. We weten niet hoeveel er nog afgeschreven moet worden. En we zitten nog in een behoorlijk verergerende recessie. We hebben gezien hoe hard de banenkrimp is afgelopen vrijdag. Ruim 600.000 banen in januari verloren gegaan. Dus het versnelt nog. De huizenprijzen gaan versneld, dalen versneld. De werkloosheid neemt nog heel hard toe. Dus de economie verslechtert nog. In die fase zitten we nog. En banken die hebben dus nog zwakke balansen. Als die nog meer leningen moeten gaan afschrijven, dat geld hebben ze niet. Ze zijn te slecht gefinancierd. Dus er moet snel veel geld komen. Is de situatie echt op dit moment nog zo erg? Ondanks alle steunmaatregelen die centrale banken wereldwijd hebben genomen, verlichtingsmaatregelen die vanuit de politiek kwamen, is die situatie bij die banken nog steeds zo erg dat ze nog steeds in kunnen storten op dit moment? Nou, ik zou zeggen, het is niet zo dat bijvoorbeeld spaarders bang hoeven te zijn om hun geld kwijt te raken. Dat is niet echt het geval, omdat alle banken nu voor een groot gedeelte aan het infuus van de overheid hangen. De centrale bank helpt ze sterk. En als het helemaal misdreigt te gaan, dan bellen ze de overheid op. En dan worden er weer een paar miljarden overgemaakt of er worden er extra garanties gegeven. Maar het is wel zo dat de grootste banken op de wereld niet zelfstandig kunnen functioneren op dit moment. En dat is een heel zorgwekkende situatie. Daar moet snel een oplossing voor gevonden worden. Nou, misschien is dat dit plan, maar je zei net ook, er moet nog veel meer gebeuren. Wat dan? Ja, er moet nog veel meer gebeuren. Er moet nog meer geld in de banken worden gestoken. En hoe het precies opgelost gaat worden is nog heel erg onduidelijk. Kijk, waarschijnlijk zal hij zeggen dat er 100, 200 miljard aan eigen vermogen bij banken wordt geïnjecteerd. Maar de activa, die leningen, die zijn zoveel groter dan het eigen vermogen van banken. Zeg maar, er zit zo'n leverage, een hefboom bij banken. Dat als er maar iets aan die activa gebeurt, dat het eigen vermogen zo weg is. Dat hebben we gezien bij ING. Pikken de Amerikanen dat er nog meer geld in moet? Want dat wordt op een gegeven moment lastig. Ze zullen wel moeten. Er is geen keus. Kijk, de Republikeinen zeggen dat ze eigenlijk, ze willen de economie hun gang, de gang laten gaan. Zo min mogelijk doen, niet te veel ingrijpen. Maar dan krijgen we toestanden dat bijvoorbeeld, zoals we gehad hebben in september, dat Lehman omviel. En dat is een groot risico.